Aros. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die twee. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, na. En Bas die doet de vacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken. Die zo lief voor mij zal zijn, als die er ik op pas. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon.